Hoi, ik ben Esmee Goedkoerkamp. Ik ben 26 jaar oud en ik woon in Deventer. Het project lag al wel voordat ik de Feedbachelor op Stimuleringsprijs won. Het was iets waar ik al een tijdje mee bezig was in mijn hoofd, maar waar ik nog niet echt de juiste vorm van wist te pakken. En door het winnen van de Feedbachelor op Stimuleringsprijs ben ik echt gedwongen om eens goed te kijken naar wat houdt het nou in. En ben ik er ook achter gekomen dat dit eigenlijk echt de essentie of zo is van waar mijn werk over gaat. En ik vind het ook echt heel erg fijn dat ik deze kans heb gekregen om hier echt goed in te duiken. En de tijd en de rust ook heb gekregen om dit uit te zoeken en te kijken welke vorm hier het beste bij past. Toen ik begon met dit project was het de bedoeling om meerdere boekdelen te maken en losse tekeningen. Maar langzamerhand wil ik meer een animatie maken en ook nog wel losse tekeningen. Dit komt omdat ik heel erg werelden bij een vormen zie die dit moeten verbeelden. En ik denk dat ik het in beeld beter kan uitleggen dan in losse plaatjes met tekst. Ik denk dat hoe meer ik me inlees op het onderwerp en hoe meer ik nadenk over het onderwerp, hoe groter die wereld wordt en ook hoe meer beeld ik daarbij krijg. Dus voelt een animatie logischer dan een boek. Ik denk dat een animatie, daarin kun je nog meer, ik vind het daarin gewoon vooral heel erg leuk dat je nog meer wereld kan creëren dan in een boek. Nog meer ook geluid kan toepassen van de figuren die ik zelf bedenk of de manier waarop ze lopen kun je nog meer beïnvloeden en de manier waarop ze, hoe ze hun houding neerzetten, dat kun je allemaal veel meer uitbeelden in een animatie dan in een boek. Ik ben van plan om, ik hoop iets van 7 afleveringen te maken die wel op elkaar volgen met in elke aflevering een ander soort wereld, een gedachtenwereld, een godenwereld, een gevoelswereld, een paradijsachtige wereld en daarin ook een beetje de stappen van hoe wij van beginmens naar nu zijn gekomen. Ik ben met de animatie begonnen door een storyboard te schrijven. Dit doe ik gewoon met plaatjes en het verhaal tegelijkertijd. Soms loop ik dan even vast, dan ga ik weer meer de karakters uitschrijven, tekeningen van maken. Of meer aparte verhaallijnen uitschrijven, bijvoorbeeld kleine dingetjes die de figuren ook mee zouden kunnen maken, uitschrijven of uittekenen. Of werelden tekenen waarin die figuren dan weer binnen bewegen. Dit probeer ik gewoon allemaal een beetje tegelijkertijd te doen en door elkaar heen. En op een gegeven moment hoop ik dat het dan allemaal bij elkaar komt en één groot verhaal vormt. De verhaallijn begint met dat er een figuur is die een beetje op de zon lijkt in een soort van moeras van alles en niks tegelijkertijd. Die figuren creëert die de een soort mens figuur zouden kunnen zijn. En daarin ga ik dan zeg maar eigenlijk alle stappen langs van hoe het zou kunnen zijn dat een mens is ontstaan en hoe het kan dat wij zoveel kunnen nadenken en kunnen dingen kunnen maken en ontdekken. In mijn werk gebruik ik vaak misschien wat cliché levensonderwerpen, omdat ik dat gewoon heel erg interessant vind. Mijn werk is echt een beetje als een dagboek of zo. Dat waar ik zelf tegenaan loop, verwerk ik in mijn werk. En daar gaat eigenlijk deze animatie ook over. Het zijn gewoon heel erg de basisonderwerpen. Waar loop je tegenaan? Wat maak je mee? En hoe reageer je erop? In mijn werk teken ik ook vaak mijzelf. En ik weet niet zo goed of het in de animatie of ik daarin ook kom. Maar ik denk wel misschien hoe ik me gedraag in een bepaalde situatie zal er wel in staan. En ik denk ook wel, misschien niet letterlijk mijn gezicht, maar wel, er zullen wel een soort SME's in zitten, zoiets. Ja. Ik heb vanuit vanuit de kunstacademie heb ik al wel wat ervaring met animatie. Ik heb op de Aki Artes gezeten in Enschede. Hier heb ik al wel een paar animaties gemaakt, vooral met tekenen en dan een beetje stop-motion-achtig.
Maar voor deze animatie wil ik wel graag meerdere technieken gebruiken, ook uitvinden ook. Dit kost wel veel meer tijd of zo, heel veel technieken ken ik nog niet. En ik ben erg blij dat ik door de VIP Westerdorp Stimuleringsprijs hier de kans voor krijg om hier echt de tijd voor te nemen en ja, dit beter te leren kennen. Ik ben nu op het punt dat ik het storyboard zo goed als af heb, of in ieder geval voor een heel groot deel de beelden heb in mijn hoofd en uitgetekend van hoe ik het wil dat het eruit ziet. En ik denk dat ik langzaam maar zeker kan beginnen met animeren, maar ik ben daar nu dus nog een beetje aan het zoeken wat heb ik er allemaal voor nodig en hoe ga ik dat doen. Ik wil de VIP Westerdorp Foundation heel erg bedanken voor deze kans. Het geeft heel veel tijd en ruimte in je hoofd en in het echt om deze prijs te mogen ontvangen. Je leert je eigen werken veel beter door kennen en ook je gaat veel meer nadenken over wat wil ik nou eigenlijk maken en wat is daarbinnen belangrijk. Dat is een ontzettend waardevolle en grote kans. Dus ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik die heb mogen ontvangen. Dus ja, heel erg bedankt voor deze kans.